Hallo mensen, welkom bij Destiny, de game die sinds verkrijgbaar is sinds 9/9/2014, oftewel gisteren. Maar ik weet niet wanneer je dit kijkt. Maar goed, in ieder geval toen is Destiny uitgekomen, waarschijnlijk de duurste game ooit. Ze hadden een budget van $500 miljoen. Het is wel zo dat ze dat niet hebben bereikt. En dat is dus echt voor alles, ook voor de marketing, en voor de licenties en zo van alles. Dus, maar goed, toch is het natuurlijk heel erg duur geweest. En is het een zeer grote game geworden. En het is daar natuurlijk heeft het ook een hype. Maar ik zelf vind ik het niet zo'n heel goede. Want ik heb het zelf niet gekocht. Ik ga het ook zeker nooit kopen. Maar ik vind het, zoals het er nu uitziet, vind ik het niet zo'n heel erg goede. Is het toch niet zo'n heel goede game. Volgens mij. Goed. Dit is de homepagina. Nou, gewoon met de gebruikelijke informatie en alles. We hebben hier de Planet View. Dat is wel iets bijzonders. Oké, mensen. Geen Planet View. Om de een of andere reden werkt dat niet op mijn computer. Lekker is dat. Heb je een budget van $500. Ik krijg niet voor elkaar. Om grootste marketing dingen online te krijgen voor elke persoon. Maar goed, het zal. Wat ik wat minder mooi vind is hoe ze het wat ze hebben gedaan. Laten we even kijken naar hoe je het kan, waar je het kan kopen. Nou, dit is dus de aankooppagina. Zoals je ziet, wat je natuurlijk meteen opvalt, is stap 1. Kies een platform. Er zijn namelijk 4 platformen. Deze, deze, deze en deze. En daaronder staat geen PC. Want daar hadden ze geen zin in bij Bungie.net. Die hadden er geen zin in omdat ze vonden dat het te veel gedoe was om op. Het is natuurlijk heel erg, want ze hebben elke platform heeft een andere programmataal nodig en zo. Dus dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw opbouwen bijna de game zo wat. Ja, dat is natuurlijk wel. Ik begrijp dat het heel veel werk kost om en de PC wou ze daar niet tussen hebben. Nou ja, oké, daar kan ik ook wel wat van begrijpen. Maar toch vind ik het zonde omdat je daardoor echt heel veel toch wel wat verliest eigenlijk aan de game. Bijvoorbeeld misschien dat ze ooit later ook nog een versie voor de PC gaan maken. Dat die over een paar maanden uitkomt dan of zo, maar toch. Weet je. Ik vind het toch jammer. Dat is de reden waarom ik hem dus ook gewoon de game niet ga kopen. Mijn allergrootste punt. Ik heb namelijk alleen deze game PC. En geen PS4, PS3, Xbox One of Xbox 360. En dat is dan gewoon jammer. Goed. Stap 2. We hebben het Verenigd Koninkrijk nu als regio geselecteerd. Maar je hebt natuurlijk ook allemaal andere regio's. Maar niet de regio Nederland. Die zitten niet tussen. Dit is natuurlijk de regio Holland. Het is de regio Benelux. Ze hebben echt wel Canada en Canada-Frans in twee gesplitst. Maar nee, Benelux, nee, dat hebben ze toch niet gedaan. Ze hebben ook niet eens Belgisch of Nederlands tussen deze dingen gedaan. Wel twee keer Canada. Maar oké, ik begrijp wel dat het wat meer voor dat publiek is. Maar toch vind ik het een beetje jammer. Het echt gewoon Benelux, ja. Maar goed, kies een editie. De hele game, ik neem aan dat die ook gewoon niet een Nederlandse vertaling heeft. Wat Watch Dogs wel heeft, dus ook. Bijvoorbeeld Ubisoft, die heeft Watch Dogs ook gemaakt. En heel veel andere games maken die ook. Maar die hebben het in ieder geval voor elkaar gekregen om gewoon ook een YouTube kanaal Ubisoft Nederland te maken. Met elke alle video's in Nederlands ondertiteld. En gewoon alles in Nederland. De Nederlandse filmpjes en zo. Ja, kijk, dan krijg je natuurlijk ook wat meer publiek hier. Je hebt dus hier natuurlijk allemaal edities. Nou, dat is een beetje erg triest. Dit kun je dus niet kopen in mijn gebied. Jammer dat het dus allemaal van dit soort dingen zijn. Vind ik ook jammer, allemaal extra edities. De retrailer vind ik het allergeweldigst. Er staat hier namelijk bol. Bol. In plaats van bol.com. En dat begrijp ik ook wel, want als je hier geen kantoor hebt, gewoon helemaal niks hebt zitten. Alleen maar gewoon
ja, je weet eigenlijk niks erover. Je kijkt gewoon op internet welke sites ze dit willen verkopen. En je plaatst en je hoort gewoon bol.com zou het er willen. Je knipt gewoon alle .nl sites en zo. Knip je eraf. En je zet gewoon bol, zet je gewoon neer. Vind ik mooi, ik vind het echt prachtig. Maar toch, dit gaat toch niet, jongens. Het is alsof je nu.nl zou veranderen in nu. Helemaal, dit is een van 3 letters. In principe, je kunt er wel ietsje verder kijken dan je neus lang is om te kijken wat niet misschien bol.com moet zijn. Of tenminste even de e-mail of zo sturen naar bol.com. En gewoon vragen, is het bol of bol.com? En of in ieder geval bol.com had het tenminste even kunnen zeggen tegen Destiny. Hey, op jullie site staat bol, maar het moet natuurlijk bol.com zijn. Maar nee, dat is blijkbaar niet gelukt. Dat hebben ze niet voor elkaar gekregen. En dan krijg je stomme fouten als dit. Dat kan toch niet, jongens? Dat is gewoon fout. Het is gewoon discriminatie. Een soort textisme. Zoiets dergelijks. Stel je voor dat er nou wel een PC-versie was. Wel gewoon in Nederland en dan het Nederlands vertaald en Nederlands video's. Dat je gewoon alleen maar een standaard versie had en niks extra's. Of alleen gratis extra DLC of zoiets. En je kon het gewoon op Steam kopen. Gewoon op Steam, dat kan niet eens. Gewoon op Steam kunnen kopen. Dan zou ik gewoon echt, ja, dan zou ik het toch kopen? Nee, nog steeds niet. Omdat ik de game in principe zelf mij ook niet bevalt. Want Destiny is een of andere game over magie en achter iets. Het is een first person shooter waarbij je gewoon een soort op avontuur gaat en zo. Maar eerlijk is eerlijk, ik bedoel, het is 60 euro al tijdens sommige feesten op bol.com zelf die 64 euro kosten. Samen met 6 of 7% korting, weet je niet meer. Maar de PS4 game is sowieso een first person shooter. Werkt voor mij sowieso niet op die dingen. Omdat dat richten echt, ik kan echt niet richten met mijn controller. Daar moet je binnenkort even kijken naar de video review van mijn Xbox controller. Maar goed, wat ik wil zeggen is dat ik in ieder geval de game nooit zou kopen. Omdat het gaat allemaal over magie. Een soort magische wezens komen er voor en een soort ander volk of zo. Het korte verhaal is, er komt een of andere traveler, heet het, een of andere planeet die zo boven de aarde draait. Hij blijft stilstaan. En die gaat van de ene planeet naar de andere, zuivert de lucht van Venus, brengt leven naar Mars of zo, of die maakt er water of zoiets. Nou, zulke vreemde dingen. En nu is er de Traveler. Ja, oké, dat kan natuurlijk in werkelijkheid. Het zou kunnen misschien met een of andere warm motor ver in de toekomst. Maar het is geen Kerbal Space Program, dus laten we daar even niet over beginnen. Dus ik zeg dat het wel kan en dat dat ding inderdaad ook kwaad meebrengt, zoals het verhaal zegt. Iets vreemds zou dat ik de hele aarde opvreet. Overheerst met kwaad en de Mars ook en alles. Behalve dan een klein laatste stad op de wereld. Jij wordt daar geboren om wat te doen? Om de aarde weer terug te brengen in zijn volle glorie. En de andere planeten ook te beheersen. En dan moet je dus vechten tegen kwade dingen. Kwade magische wezens een beetje met krachten. En ik heb heel veel skills en dat soort dingen die je kan upgraden. En heel mooi allemaal. En het is natuurlijk heel mooie graphics. Dat is echt wel zo, ja. En ze hebben natuurlijk ook een hele mooie marketingcampagne. Maar ik ben gewoon niet zo van dat magische type. Van dat magische feestjes. Ik vind het toch wat minder dan gewoon het echte hardcore. Dus wat ik zou doen is ik 60 euro. En ik heb 60 euro. Dus ik koop Far Cry 4. En dat is een hele andere game. Dat is gewoon een echte first person shooter. Waarbij je gewoon echt moet vechten tegen menselijke vijanden. Het is veel realistischer dan dit. Vind ik. En ook daardoor. En ik hou gewoon een beetje van het realistische. Ik hou gewoon niet zo van al die magische games. En games die kunnen. En Goat Simulator. Dat is ook gewoon niet leuk. Weet je, Goat Simulator. Maar goed, dit is geen Goat Simulator. Dit is Destiny. En Destiny is het gewoon niet. En sowieso vind ik een logo lijken op een penis, dames en heren. Goed, dit was Bastube met een video over Destiny. Geniet van de endtune. En tot de volgende video.